Wow. Lava. Oké, okay, het gaat nu best wel goed. Ik ben net even bij lava dichtbij gekomen. En goed, daarom kijkt het dus nu hier ook echt heel erg goed uit. Ineens hoor ik een creeper vallen op de, naar de grond. Oei. Kom niet. Ah, nee! Wat is er gebeurd? Dood? Ik heb zo'n raam bij mijn kist staan. Dan was ik creeper net achter mijn raam aangevallen. Dus ik dacht, wow, gelukkig is hij niet in mijn huisje. Dus ik ging uit mijn huisje om hem te vermoorden. Ging hij opblazen. Bij hem, heel dicht naast mijn huis. Maar heel dicht naast mijn raampje. Ik heb geen raampje meer. En is je kistje ook weg? Nee, dat gelukkig niet. Mooi, want die kunnen ze ook weghalen, maar eigenlijk moet ik nu eten dus. Oké. Maar ik neem mijn eten af mee naar boven. Maar ik neem dus even een pauze. Tot zo. En we zijn weer terug. Ik heb even gegeten. En we gaan gewoon direct naar mijn Minecraft. Gewoon verder met de opname. Die moet dan hebben. Die. Nou, ik denk dat we even dit hier weg gaan halen. Oké, okay, dat is nu ook eigenlijk gelukt. Oké, okay, wat moet ik nu ook weer doen als mijn inventory hier vol was? Spullen in deze kist gooien. Van alles in de kist. En zo. Oh, even pijlen moet ik bij hem hebben. Verbrand, zombie. Oh, skelet. Onder de boom. Skeleton onder een boom. En creeper. Ook onder een boom. Volgens mij zitten ze zich te verschuilen. Voor de zon of voor het regent het bij jou? Nee. Jammer, want het is prachtig weer. Jammer, want nu kunnen ze dus niet schuilen voor de regen. Oh, nog twee skeletten. Eentje onder de boom en de andere in het water. Ja, dan kun je zelf ook even verdedigen, gewoon in het water. Ik bedoel, zijn als. Wel slim. Ja. Ah, die skeletons are a little bit small. Nu drink ik al de ijs. Ja, dan moet je ook nieuw ijs proberen te komen. Varkens. Kom maar, varkensje. Kom maar. Ze droppen helemaal geen vlees. Geen knorrievlees. Oh god. Ik val maar weer. Ik versterf weer. Eigenlijk moet je ook een keertje opnemen met Camtasia. Ja, weet ik al, ja. Daar heb ik allemaal geen tijd voor. Oh, zo niet. Je kan toch wel één keertje opnemen. Ja, maar dan komt Lucienne weer online en dan probeer ik hem met te praten. Je kan toch even een opname van 5 minuten of zo? Voor jouw mooiste wereld. Dat kan toch wel? Misschien. 5 minuten om maar even de wereld een beetje te laten zien. Nou, dat kan toch wel? Ja, maar ik heb altijd saaie werelds. Wat? Ik heb altijd saaie werelds. Saaie werelden, ja, maar als jij nog eens een keertje in creative iets bouwt, en als je dat dan gewoon een keertje laat zien. Een pompoen, ja!
Wow, het lijkt alsof je daar uren hebt gezocht. Ja, ik wou dat eigenlijk, want ik had al twee ijsblokken. Maar met die pompoen kan ik weer pompoenzaad hebben. Pompoenzaad. Ja, vind je dat zeg maar voor rare praat. Hé, hey, Renier. Ja? Daar krijg ik nog een pompoenzaadloosje. Eeuw. Hou je Sorry. tuut. Even kijken, dan moet ik nu even achter deze muur verder gaan. Piggies. Varkens zijn alleen maar goed voor vlees. Ja, en koeien die geven ook vlees. En die, met die vlees dan krijg je hetzelfde honger minder. Maar dus dan worden biggetjes overbodig. Tenzij ze nog een andere ding laten geven. Ja, weet je wat ze ook nog geven? Nou? XP. Ja, behalve dat. Namelijk, dan krijg je van de koeien ook, dus ja. Dat helpt ook niet meer. Oh, dat is waar. Dus dan worden eigenlijk die dingetjes, die markens, biggetjes, overbodig. Ja, dat is wel waar. Overbodig. Vin. Jeb. Ja, ja. Jeb. Zorgen we dat de varkens niet overbodig worden. Laat ze ook iets anders droppen. Zoals varkensnuiten of zo. Nou, dat je daarmee je poppies kan oppimpen. Ja. Oh, is muis. Oeh, goed It's nemen. My home. Ik wil niet dat. Oh, ik wil niet dat vallen. Dat is de creeper. Pik in de taai. Hier. Deze en nog water. Je moet ergens anders. Even kijken, moet ik dit hier helemaal weer gaan weghalen. Oh, er is nog een. Moet daar ook even aan dekken. Ja. Zo soms is het wel handig die ravijnen, maar soms ook weer niet. Nee, je kan heel makkelijk invallen. Ja. En doodvallen maar dan uiteindelijk. Begraven. Ja, oké. Okay. En dan heb je natuurlijk weer meer kans op diamonds en zo. Ja. En dan ben je al snel beneden. Dan hoef je niet te graven. Het scheelt je weer cobblestone. Ja, maar ook hartjes. Gaat er door flink omlaag. Ja. En weet je wat ik nu gewoon echt heb, nodig heb? Ja? Een nieuwe schep. En werkt het? Ja. Ja, oh. Heb je een nieuwe schep voor me? Nee. Ga maar. Ik heb wel twee schep, alleen dan moet je eerst even naar mijn singleplayer ding komen. En dan... Ja, stuur er even op. Nee. Dan cheat ik je wel gewoon eentje. Ja, dat doe ik even niet. Oké, okay, ik heb er even een deel van het uiteindelijk groot plan gemaakt. En ik zou nu eigenlijk wel weer eens een keertje willen weten hoe lang we nu alweer aan het opnemen zijn. Vincent, heb jij enig idee? Nee. Ik ook niet, dus ik ga zo meteen even kijken nadat ik dit laatste stukje even uit het plafond heb weggehaald. Oké, dit doet er ook nog bij dat ene stukje dus. Even kijken. Ik zal het spullen natuurlijk oppakken. En eerst even wat eten. Dat eten heb ik natuurlijk ook niet in de hand. Oh, die heb ik in de kist gedaan. Mijn eten. Ik stop mijn eten in een kist. Die ik moet gebruiken als ik spullen niet meer nodig heb. Nee, nou, dan doe ik het eten precies in de verkeerde kist. Vincent wordt die kist ineens opgehaald door de
Hoort er nou? Bij Fransmannen. Hey, cool, Fransmannen in Minecraft. Hé, hey, ze hebben mijn kist mee, waar eten in zit. Ze zijn niet helemaal belazerd. Ze steden wel mijn vreten. Drie links en drie rechts. Kopt hier geen zak meer van. Drie links, één rechts. Twee rechts nog worden. En die is goed alweer. Weet ik. We zijn nu 1 minuut en 10 seconden. Nee, zo. 1 minuut. E-e-o. 1 uur en ongeveer 10 minuten bezig. Nu precies. E-o-e-e. En ik zie nu al dat mijn Skype opnieuw aan het opstarten is. Oh, holy. Was goed de hele tijd. Kijk het deze. Oh. Oké, okay, wat doen we dan? Dat is echt heel erg vaag. Want... Nou ja. Maar gewoon verder. Zo nodig zonder Vincent. Ja, dat is gewoon echt mijn internetverbinding. Ja, geef je internetverbinding maar weer de schuld. Dat is jij er ook bij een internetverbinding. Toch. Ik heb hier gewoon echt een heel lava deel ontdekt, hè. Leuk toch? Nee, niet leuk. Sorry. Dat is niet, leuk, want het zit precies... bij mijn gang, dus. Daarom is het zo leuk. Nu moet ik eigenlijk heel goed gaan uitkijken, want ik zag die lava toen ook niet aankomen. Ja. Ik heb een bloemetje nodig. Bloemetjes. Ja. Bloem 1 en bloem 2. Ik heb een bed nodig. Oké, full inventory. Nee, ik niet. Ik wel. Morgen kan ik bijna boog maken. Ik zit precies aan de, ga precies aan de verkeerde kant, ga ik verder. Waar zijn vijanden? Ik heb voor niks gewoon dat lava gestopt.
Zo ben je een beetje moe. Ja, ik word moe van jou. Hoezo? Nou goed. Hoezo al moe van mij? Omdat jij slaapwekkend bent. Ik ben alleen hongerig. Ja, daarom juist. Zo. Ma. Kijk, moet ik deze weer mee gaan nemen? Herenier. Ja. Weet je wat ik heb? Nou. Geheim. Weet je wat die geheim is? Nee. Dat ik honger heb. Is dat nou een geheim? Voor mij wel. Het geheim van het zand van de tovenaar van Salsa Barem Co. Dat is mijn grootste geheim. Ja. Alright. Weer al. Nee, alweer. Ja, weer al, alweer, het is bij hetzelfde. Nee hoor. De betekenis weer bedoel alweer. Ik. Ik bedoel de betekenis. Oké, die gang begint er nu echt steeds beter uit te zien. En dat was een. Ik heb weer uit de bocht vloog. Dat was een zus Fison. Echt. Awesome. Nee. Oh, jammer. Hoezo vind je het jammer dat mijn zus niet ziet? Moet je juist blij voor zijn? Nee, juist de manier waarop jij net zong. Jammer dat hij niet zo ging, dan hadden we eigenlijk kunnen uitlachen. Ja, oké, okay, ik weet, ik kan soms nog wel een klein beetje gemeen zijn. Maar goed, het is een kerst niet, zo. Als je gemeen doet over mijn zus, dan doe je niet gemeen. Dan zeg je gewoon de waarheid. Oké, okay, dus eigenlijk kan nu net maar de waarheid spreken, maar goed. Oké, okay. Goed zo, bedankt. Ik ben geen hond. Gewoon. Nee. Hondje, zit. Gast, ik ben een kat. Ja, zeker een valse kat. Ja, tuurlijk. Kid versus cat. Ben hier versus me. Ik weet. Oh shit, ik moet dit ook nog helemaal gaan zitten verplaatsen. Even kijken, ik moet steeds die pompoenen plaatsen, maar ik weet niet waar. In je huis? Ja, maar daar is toch geen genoeg licht. In je huis niet genoeg licht? Ja. Ja, ik heb een overdakte huis. Overgetekte, overdak, ja. Dekhuis. Dan weet zo. Ik dan zo, dan hang je is toch. Is het nou overdekt of overdakt? Overdekt. Overdekt huis. Geoverdekt huis. Een geoverdekt bestaat niet. Een geoverdakte dan. Bestaat ook niet. Ja, bestaat. Jawel, anders kan ik dit niet opnemen. De geest van Loch Ness. Een Loch Ness was toch een monster? Tenminste, het was een monster van Loch Ness. Nee, maar jij bent toch een monster? En dan krijg je. Hé, mijn Skype doet het weer! Ik krijg nu een berichtje van Rick. Ja, en ik heb een berichtje van Bishana. Dacht ik al. Yep. Eindelijk werkt het weer. En ik kan er helaas niet toevoegen bij het gesprek. Wie? Rick. Oké. Okay. Maar misschien kunnen jullie twee nu even wisselen met elkaar. Dat jij nu gewoon met Lucienne gaat bellen en dat Rick nu naar mij gaat. Dus is goed.
Ja, wacht even. Eerst moet ik kijken of Rick wel hier wil. Nee, hij wil jou niet. Wat jou nou? Goed, we onderbreken even deze opname, want Rick heeft even hulp nodig, zoals jullie weten. En we zien jullie zo snel mogelijk weer terug. Dus, tot zo. Goed, Rick heeft mijn hulp nodig, maar dat zal ik even doen na de volledige opname. En ja, dat zal niet veel leuks veroorzaken, want we zitten natuurlijk pas op de helft. Zo, met deze opname, tenminste we zitten net over de helft, maar goed. Eigenlijk nu alweer een deel verder, zo, deels verder hier. Maar goed, het gaat nu even niet, want ik ben ook niet de muur helemaal aan het uitbreiden. En even kijken, dan ga ik hierheen. Dan kan ik dit hier weghalen. Kijk, want Rick is nu bezig met de personagepagina van een van zijn nieuwe verhalen. En even kijken. Want hij is bezig met een nieuw verhaal. Hij is net als ik schrijver. Een soort van schrijver. En ja, goed, hij is nu ook bezig met een van zijn nieuwe verhalen. Hij heeft hier een personagepagina, maar ja, gaat nogal mis. Weet je, en dat komt namelijk zo. Ik ben zijn hulpschrijver. Als hij er even niet uitkomt. Maar wat gebeurt er dus? Wordt het ook opgenomen of niet? Ja, dat wordt gewoon opgenomen, oké. Okay. Ik denk dat ik hem schaaf. Ja, ik. Alvast. Al. Meteen teruggestuurd. Oh ja, Benjamin en Salianne. We hebben even andere namen in dat verhaal. Ik bedoel, ik ben bijvoorbeeld Benjamin, Sophie. Uit mijn verhalen wordt bijvoorbeeld Salianne. En de enige die ik ken zijn Benjamin en Rylan. En dan blijft alleen Rylan zichzelf in mijn verhalen. Want die heeft, ja, die speelt Rylan in mijn verhaal, maar je speelt ook Rylan in dat verhaal. In al mijn verhalen en al Rick's verhalen is Rylan van Rylan. Zo, wat een verhaal. Maar goed, ik heb dus ook drie namen in al die verhalen bij elkaar. Ik heb mijn eigen naam daar hier. Dan heb ik nog Mew Hills en Bandred. Blijkbaar is dit Bandred. Nou, geloof ik. Dit. Dit was opgenomen.
En ik krijg ook direct een berichtje weer binnen. Oh, ik zit hier precies met naar beneden. Ik krijg het eerst even doen voordat ik een berichtje van Rick even lees. Ah, dus nu doen. Ik zit nu bij. Nee, bij. Zo, hij heeft dus iets bedacht bij elk personage. Wat hij heeft bedacht, dat weet ik niet. Daar zullen we waarschijnlijk zo meteen wel achter komen. Dus ik hoop het. Ik ben wel enorm nieuwsgierig, dus. Deze. Hij denkt natuurlijk dat ik een non-stop aan het opnemen ben. Maar er zitten nogal wat pauzes tussen. Kijken. En even kijken dan deze. Zo, nu heb ik ook een aansteker. Ja, die had ik al lang. Ik nu net. Nou, vet. Ik heb keisteen en plaat, maar die heb ik per ongeluk gemaakt. Zonder dat ik het wou. Dus nu ben ik al aan. Nu moet je me helpen. Hoezo, ik kan je niet helpen. Zo. Zo niet. Nou, omdat ik momenteel aan het opnemen ben, ik moet Rick ook wel helpen. En dat allemaal tegelijk, het gaat gewoon eigenlijk niet. Al die dingen moet ik ook nog eens voor Rick gaan bezinnen. Smoesjes, smoesjes, smoesjes. Je wil me gewoon niet helpen, hè? Kijk dan zo meteen de opname maar even terug. Dan zul je zien dat ik ook met elke Rick aan het helpen ben. Even kijken, dit hier weghalen. Heren hier? Ja. Hey Vin. Hoi. Hoi. Maar Vin. Wat is er? Niets. Waarom niet? Waarom is er niks? Nou, geen idee. Er is toch je computer? Ook, maar jij bent er toch ook, dus. Ja, dus er is wel iets. Ja. Zeg maar niet dat er niks is. Nee, ik zei niets. Ik zei niet niks, ik zei niets. Deze hier even gaan weghalen.